Hoi, wie ben jij? Lisandra. En hoe oud ben je? 11 jaar. En op welke school zit jij? De Springplank. En in welke groep? Op 7-8. En wat vind je leuk om te doen in je vrije tijd? Buiten spelen en turnen. En als je tussen die twee moet kiezen, wat doe je dan het liefst? Turnen. En bij Playing for Success heb je al het een en ander geleerd. Je hebt aan leerdoelen gewerkt. En wat heb je vooral geleerd? Voor mezelf opkomen en naar mijn eigen mening geven. Heel mooi. Hey, en wat vond jij een leuke opdracht om te doen? Lip-lip. En waarom vond je dat dan? Wat is de reden dat je dat een leuke opdracht vond? Dansen, zingen, bewegen. Oké, dankjewel. Graag gedaan. Ik ben Wena en ik ga vandaag iemand interviewen. Wil je jezelf voorstellen? Oké. Hoe heet je? Ryan. Hoe oud ben je? 11. Oké, nu ga ik je andere vragen stellen. Wat vond je het leukste bij Playing for Success? Rennen je rot. Oké, en wat vond je er eigenlijk leuk aan? Dat je net als gewoon een dier de hele dag mag rennen, waaronder het heel hard mag rennen. En wat heb je daarvan geleerd? Van Playing for Success? De concentratie om aan op te letten. En wat ga je het meest missen bij Playing for Success als je weg gaat? Het lol. En welk lol? Dat je die spelletjes en zo. En taart bakken. Oké, dit waren mijn vragen. Bedankt. Alsjeblieft. Hoi, ik ben Jor en hier staan we voor het ADO-stadion en het ziet er zo uit. Ik heb bij Playing for Success geleerd hoe ik voor mezelf kan opkomen. En het gaat steeds beter. En ik heb ook geprobeerd om aan andere kinderen en aan de juf of meester vragen te stellen. En dat ging ook heel goed. En het leukste bij Playing for Success was de lip-dub. Omdat het een beetje op de app musically lijkt. En dat was het eigenlijk. Doei! Hallo, ik ben Nisa. Ik heb bij Playing for Success geleerd hoe je samen moet werken en zelf je mening te geven. Een leuke opdracht vond ik parachute, omdat je heel hard windkracht moest doen. En onder de parachute naar het tegenovergestelde kind rennen. Doei! Hoi, wie ben jij? Wesley. En hoe oud ben je? 12. En op welke school zit jij? De Springplank. En kan je ook vertellen in welke groep op de Springplank? Groep 7. Dankjewel. En wat heb je bij Playing for Success geleerd? Leren om hulp te vragen. Heel goed. Hey, en wat vond je een leuke opdracht bij Playing for Success? Goochelen. Kan je aan mij ook uitleggen wat je zo leuk vindt aan het goochelen? Ja, sommige trucs die wist ik niet, maar nu wel. Heel goed, dus je kan nu heel goed goochelen. Je bent een echte goochelaar. Soms wel, soms niet. Oké, dankjewel. Ik ben Timo Mandala, ik ben iemand van Play for Success, ik ben 11 jaar oud en ik ga iets vertellen over Play for Success. Dit is de Senaatskamer, hier overlegt het bestuur allemaal over andere dingen en over wat we allemaal gaan doen, wat ADO Den Haag bepaalt. En Play for Success zit hiernaast en doen we allemaal leuke activiteiten zoals spelletjes. Ik noem maar een spelletje op, ren je rot, find it, video star, een PowerPoint maken wat je, over wat je hebt geleerd. Dat deed ik net ook. En we doen ook concentratie om op de berg te concentreren en andere dingen. En als je een bijvoorbeeld de opdracht moeilijk vindt, dan probeer je hem goed, probeer niet op te geven, maar gewoon te doen.
En ik vond het leukste bij Playing for Success, Find It en Rennie Rot, omdat je bij Rennie Rot moest rennen. En ja, je kon gewoon rennen en dat is gewoon leuk voor sommige mensen. En Find It, dan heb je zo'n papiertje. En dan staat bijvoorbeeld een foto op van een gebouw. Ergens hier zo'n plaatje. En ja, dan moest je rennen, moest je overal naartoe, moest je naar buiten, naar binnen. En ja, het was heel erg leuk. Doei! Hallo, ik ben Saber. Ik heb bij Playing for Success geleerd om vrede te behouden en om boosheid op te gaan. In leuke opdracht vond ik Magikar, om je kon veel leuke dingen leren. En het was ook spannend. Doei! Hoi, wie ben jij? FOA. En op welke school zit je? De Springplank. En in welke groep? 8. En hoe oud ben je? 13. En dan ben je al een tijdje bij Playing for Success. En wat heb je bij Playing for Success geleerd? Vertellen waar ik goed in ben, hoe ik een opdracht moet aanpakken. En dat. Oké. Hey, en dan vertelde je dat je goed ben en vertellen waar je goed in bent. En kan je dan iets noemen waar je goed in bent? Ja, mijn eigen naam Minecraft die schrijven. Echt een kunstenaar, schuilt daar in jou. Hey, en wat vond je een leuke opdracht bij Playing for Success? Opdracht pakken. En wat vond je daar dan zo leuk aan? Omdat je het zelf mocht weten. En was je appeltaart lekker? Ja. Dankjewel. Hoi, wie ben jij? Ik ben Donnie. En hoe oud ben jij? Ik ben 11 jaar. En op welke school zit je? Ik zit op de Springplank. En in welke groep? Ik zit in klas groep 7 en 8, maar ik zit in groep 7. Oké. En wat vind je leuk om te doen in je vrije tijd? Meestal gamen. En heb je een favoriet spel? Heel veel. Te veel om op te noemen. Ja. En dan zit je al een tijdje bij Playing for Success. En wat heb je geleerd bij Playing for Success? Beter dingen leren begrijpen. Beter met mijn gevoel omgaan. Zo, dat zijn mooie dingen die je hebt geleerd. En wat vond je een leuke opdracht? Die met zo van parachutetjes en windkracht moest maken. En dat je ineens onderdoor moest. Oké. Die zou je nog wel een keer willen doen? Ja. Dankjewel. Hallo jongens, ik ben Samim. Ik ben vandaag in de residentie lounge, zou ik het zeggen. Bij Playing for Success. Hier komen allemaal belangrijke mensen. Ik wil een goede beeld zien. Hier komen allemaal belangrijke mensen die een drankje nemen. Met elkaar even praten. Is heel leuk. En daar achter mij. Wow. Nou, ik zal het even laten zien. Hier. Voor deze deur. Nou, ik sta voor de deur. Maar achter deze deur zijn allemaal kinderen in de perskamer. Allemaal leuke dingen aan het doen. Hier. Is de wc, zoals je kan zien. En hier komen we altijd dan naar binnen om, hier leggen we onze tassen. Dan gaan we zo naar binnen. En ik heb bij Playing for Success geleerd dat ik met andere mensen samen moet werken. En dat ik dan moet helpen met iemand en hint geven. Een leuke opdracht vond ik Rennie Rot, want dan moeten we hier letterlijk zo helemaal rennen. Ik zal het even een voorbeeld laten zien. Dan, soms beginnen we dan. Ja, soms beginnen we dan hier. En dan moeten we helemaal daar, ergens daar naartoe rennen. Ik zal wel voor laten zien.
En dan komen ze terug. Bijvoorbeeld, dit is mijn briefje in mijn handen, gaan ze voorlezen. En iedereen moet dan antwoord geven. Dat was de vlog van vandaag. Doei! Hoi, wie ben jij? Ik ben Effie en ik ben 12 jaar. En op welke school zit je? Ik zit op SWO de Springplank. Kan je iets meer over jezelf vertellen? Bijvoorbeeld wat je leuk vindt om te doen? In mijn vrije tijd doe ik PlayStation en ik ga op voetbal. Oké, dankjewel. En wat heb je bij Playing for Success geleerd? Ik heb geleerd om door te zetten, ook al vond ik iets moeilijk. En ik vond de activiteit in de wolken leuk. Oké, wat vond je dan zo leuk aan in de wolken? Dat Wesley Chiara zijn telefoon moest pakken en Najero en ik moesten Wesley pakken om de telefoon terug te geven. Oké, dankjewel. Alsjeblieft. Hoi, wie ben jij? Najero. En hoe oud ben je? 11. En wat vind je leuk om te doen in je vrije tijd? Om te computer spelen. En lezen. En wat doe je het liefst op school en thuis? Thuis de computer en thuis lezen. Oké, dankjewel. En wat is je lievelingseten? Ik hoorde dat je lekker eten fijn vindt. Ja. Lekker vindt. Soep. Oké. En ben ik nog een vraag vergeten die ik zou doen? Mijn lievelingskleur. Oké, wat is je lievelingskleur? Geel. En wat heb je bij Playing for Success geleerd? Voor mezelf opkomen en mijn nieuwste leer doen, vriendschap maken. Dankjewel. En wat vond je een leuke opdracht? De pannenkoeken maken en appeltaart. En als je moet kiezen om een van de twee nog een keer te doen, welke zou je dan het liefst nog een keer willen doen? Allebei. En wat is dan de reden dat je ze allebei nog een keer wil doen? Omdat het lekker was. Toch van lekker eten. Dankjewel. Graag gedaan.